Leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video, jongens. Vandaag gaan we het even hebben over het vuurwerkverbod van vorig jaar, afgelopen jaar. En een eventueel vuurwerkverbod van dit jaar. Want er is nog best wel veel onduidelijk. En dat ga ik jullie even proberen uit te leggen. Er zijn natuurlijk heel veel vragen, ook in de DM's, ook onder de eerdere video's nu in september. Van, denk je dat er een vuurwerkverbod komt dit jaar, net zoals vorig jaar? En hoe gaan jullie daarmee om? Hebben jullie voorbereidingen? En in deze video wil ik jullie een beetje tips geven. En een soort van realistisch beeld van wat er zou kunnen. Dus je kan daar bijvoorbeeld op voorbereid zijn en dat soort dingen. Want vorig jaar had eigenlijk niemand voorspeld dat het verboden zou worden. En ik was een van de enigen die toen zei op YouTube van jongens, het zal me echt niks verbazen als ze toch doordrukken. Ondanks meerdere beloftes van Rutte bijvoorbeeld in persconferenties, dat hij er niks voor zag om dat te verbieden. En uiteindelijk, een paar weken later, werd het er toch doorheen gedrukt. Was natuurlijk verschrikkelijk, alleen als je terugkijkt, heeft het eigenlijk wel meegevallen. Ik heb natuurlijk wel de verkoopdagen gemist hier in Nederland, dus dat gaan we dit jaar, als het doorgaat, zwaar inhalen. Ik denk jullie ook natuurlijk, maar gewoon dat shoppen in Duitsland en de winkels hier in Nederland. Ja, ik heb wel weer zin om gewoon hier bij het tuincentrum gewoon iets te kopen. Dus daar heb ik wel heel veel zin in. We gaan even naar een artikel. Want de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje van Veldhoven, die heeft namelijk aangegeven dat het vuurwerkverbod afgelopen jaar eenmalig was. En heeft dus dit jaar, een paar maanden geleden dacht ik, aangegeven dat er dit jaar geen vuurwerkverbod zal zijn. Maar goed, dat was vorig jaar ook. Vorig jaar begonnen ze al in september met het roepen van vuurwerk moet verboden worden, want we doen het voor de zorg en zo. En uiteindelijk was het er nog doorheen ook. En ik denk dat een vuurwerkverbod heel erg afhangt van de zogenaamde besmettingen dit jaar. Gaan er weer veel meer besmettingen komen? En wat gaat er gebeuren met het virus? En aan de hand daarvan kunnen we bijvoorbeeld iets opmaken. Want als in december straks weer alles mega oploopt qua besmettingen, dan is natuurlijk vuurwerk het eerste wat ze gaan misbruiken. En daarom vind ik dat jullie echt voorbereid moeten zijn op weer een nieuw tijdelijk verbod. Ik wil niet zeggen dat het ervan gaat komen, want aan de andere kant denk ik van ja, ze kunnen het natuurlijk niet maken. Er ligt zoveel vuurwerk tijdelijk opgeslagen in de havens en dat soort dingen, dat je het niet kan maken om al die vuurwerkbedrijven weer een jaar niks te verkopen, want dan gaat de traditie sowieso kapot. Maar aan de andere kant denk ik van, nou, als ze al die evenementen en zo niet door laten gaan en we hebben dadelijk weer te maken misschien met een gedeeltelijke lockdown, weet ik veel wat, dan denk ik ja, dat ze het nog best wel zouden doen ook. Dus ik wil daar zeker rekening mee houden. Zoals jullie kunnen zien in het artikel staat ook dat categorie 1 vuurwerk, net als vorig jaar, wel gewoon verkocht gaat worden. Dat kunnen ze dus niet verbieden. Was vorig jaar nog wel grappig natuurlijk, want ze hadden in een artikel toen gezet van dat Mark Rutte aan het onderzoeken is of hij ook het kindervuurwerk kan verbieden. Dat kan natuurlijk niet, want het is Europees vastgelegd en dat kan je niet zomaar verbieden, want het heeft niet dezelfde kenmerken natuurlijk als gewoon normaal vuurwerk. Dus categorie 1 vuurwerk zal er dit jaar gewoon zijn. We hebben vorig jaar kunnen zien dat er een zware run was op categorie 1 vuurwerk. Ze hadden op een gegeven moment bij de Aldi niks meer. Na een paar uur kregen wij nog de schuld van. Maar iedereen ging massaal naar dat soort winkels. Macro, Blokker, al dat soort fokt op winkels normaal gesproken. En uiteindelijk heb ik dat nog wel als leuk ervaren ook. Want normaal gesproken zou ik nooit naar die winkels gaan. En nu konden we een beetje vergelijken van, hey, waar heb je goede fonteinen, waar heb je goede knettenlinten en dat soort dingen. En uiteindelijk hebben we wel een paar leuke winkels gehad. Bijvoorbeeld die, even kijken, waar was nou ook goed vuurwerk? Volgens mij bij de Intratuin had je natuurlijk de producten van Funke. En echt gewoon dingen waarvan je zou denken van, is dat wel kat 1? Bijvoorbeeld die luchthuilers. Die hebben we allemaal natuurlijk gekregen van dankzij het verbod. Want anders waren we veel meer met normaal vuurwerk bezig dan kat 1 natuurlijk in december. Dus dit jaar gaan we zeker weer richting ook kat 1 vuurwerk inslaan. Voor de zekerheid ook veel van tevoren al inslaan. Af en toe wat kopen, zodat we daar een goede collectie van hebben. Want stel dat er een verbod komt, hebben we in ieder geval nog flink wat kat 1 in handen. Sowieso hebben wij weer een vuurwerkcompilatie dit jaar, jongens. Ieder jaar, ik blijf het zeggen, we gaan nooit daarmee stoppen, denk ik. Misschien als ik, weet ik veel, half dood ben, dan zal het wel stoppen. Maar net als vorig jaar zijn wij een van de enigen die gewoon een vuurwerkcompilatie overdag en 's nachts hadden. En niet kat 1, maar gewoon echt blokken en zo. Jullie kunnen hem allemaal terugkijken natuurlijk. Maar ik ben echt benieuwd wat er dit jaar gaat gebeuren. Sowieso wordt dit het eerste jaar, als het doorgaat, dat
de single shots eruit zijn. En dat categorie F3 vuurwerk zoals matten en CAT3 Thunderkings sowieso verboden zijn. En dat natuurlijk die mines met knal de eerste, dat dit het eerste jaar is dat we die kunnen gaan testen en zo. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar als het doorgaat. Van hoe zijn die en hoe gaat het zich ontwikkelen natuurlijk. En zijn die mines met knal wel misschien hetzelfde of misschien zelfs nog beter dan de normale Thunderkings. Want voor de mensen die niet hebben gekeken vorig jaar, Thunderkings zijn er dus uit, die single shots. Maar ze hebben dus vanwege, ik noem het een maas in de wet, maar vanwege de mines wet, dus die balletjes die de lucht in schieten, hebben ze toch nog een soort van Thunderking erin kunnen krijgen. Bijvoorbeeld een mine en dan daarna een knal. Dan valt het niet onder de single shots, maar onder de mines. Of drie Thunderkings in één grotere Thunderking. Die hebben we allemaal kunnen zien. En daar had ik vorig jaar al een video van ik verwacht echt niet dat die veel minder zullen zijn dan normale Thunderkings. En hopelijk kunnen we dat dit jaar gewoon checken van, yo, hoe zijn die fucking nieuwe dingen, weet je? Dat gaan we allemaal zien, hopelijk dit jaar. Maar het wordt weer net als vorig jaar, wordt het zeer spannend. Van, wat gaat er gebeuren met de besmettingen? Het wordt gewoon per maand aankijken van, hey, hoe liggen de kansen ervoor voor ons, weet je? En ga niet af op beloftes, want vorig jaar hebben ze genoeg beloofd. En uiteindelijk toch een verbod doorgevoerd. Dus ga niet af op Stientje van Veldhoven die heeft verteld, nou, dat verbod was vorig jaar maar eenmalig hoor jongens. Dat gaan we dit jaar niet doen. Als er een of andere, Poolse variant straks in november oprukt, dan gaan ze vuurwerk als eerste aan banden leggen. En heel Nederland snapt dat, want ja, we doen het voor de zorg. En het is allemaal niet belangrijk dat vuurwerk, volgens hun natuurlijk. Wat natuurlijk zware bullshit is. Maar hoe ik daarmee omga, ook met PTD natuurlijk. Wij zijn natuurlijk sowieso, we gaan die trips maken. We hebben al een trip gemaakt, daar gaan jullie binnenkort video's van zien. Maar we blijven trips maken en ook voorbereiden. Dus ook gewoon kat 1 nu al inslaan, daar waar het kan. En gewoon die collectie bouwen. Want vorig jaar echt met de Aldi en zo, het was bizar hoeveel mensen daar gingen shoppen. Dus daar moeten we dit jaar echt meer rekening mee houden. Ook met projecten en zo. Dus dat gaan we doen. Maar ik heb vorig jaar Oud en Nieuw wel ervaren. Ik weet niet hoe jullie dat hebben ervaren. Dus laat het weten in de reacties. Ik heb het wel ervaren als dat het allemaal een beetje overtrokken was. Want om 12 uur hier in Delft ging het helemaal los met Oud en Nieuw. Iedereen stak gewoon af. Jullie hebben het kunnen zien in de compilatie. We hadden genoeg te stoken. Als er politie voorbij kwam, dan zeiden ze niks. Ze reden gewoon door. En daarmee viel het wel mee qua verbod. Dus mocht er een verbod zijn, dan gaan jullie gewoon een compilatie zien. Net als vorig jaar, collectievideo die natuurlijk veel kleiner is dan normaal, maar wel gewoon video's. Dus daarmee gezegd te hebben, of ik denk dat er een verbod is of komt, denk ik echt dat dat afhangt van meerdere factoren. En ik denk echt dat het 50-50 is. Heel veel mensen, ook op vuurwerkforums en zo, die zeggen allemaal van dit jaar geen verbod. Ook verkopers waarmee ik contact heb, die zeggen van let nou op, dit jaar gaat het gewoon door. Nou, ik weet het nog zo net niet. Ik zie ze, vorig jaar hebben we de gekste dingen gezien. En ik ben ook gewoon heel erg benieuwd hoe dat gaat met het vaccin, weet je. Je leest nu al verhalen natuurlijk dat in Duitsland dat ze heel erg streng zijn met ongevaccineerden. Dus mensen die geen vaccin hebben gehaald. Dus hoe gaan ze dat straks doen bij de Aldi en de Lidl? Weet je, mag je daar niet naar binnen als je geen vaccin hebt? Of moet je daar een test laten zien met Oud en Nieuw om dan in die rij te mogen staan? En hoe gaat dat eruit zien? Ik ben zeer benieuwd. Dus het worden nog spannende maanden, jongens. Maar ik heb er wel super veel zin in. Want ik had al in vorige video ook gezegd natuurlijk. We hebben eigenlijk na Oud en Nieuw hebben we heel veel een beetje losgelaten. Er was ook een avondklok toen en zo. Dus het was best wel een moeilijk jaar. Maar we hebben even rust genomen om dan volledig die energie weer te hebben voor vuurwerk. En dat is gewoon volledig terug. Dus we hebben goede trips gemaakt. Heel veel opgenomen al. En hou er rekening mee dat er dit jaar een verbod komt. Want echt, het is echt nog niet zeker. Ik zweer het je. Ik voel het gewoon. Ik had dat vorig jaar ook dat gevoel. Dat ze het zomaar wel eens konden doen. En iedereen verklaarde me voor gek. Ik werd ook gebeld door verschillende eigenaren van vuurwerkwinkels hier in Nederland. Van, geloof me maar, ze gaan dat nooit zo voor laten komen om het te verbieden. Want weet je hoeveel winkels al vuurwerk hebben staan en bla bla. Nou, uiteindelijk hebben ze het toch gedaan. En heel Nederland snapt het nog ook. Sterker nog, er waren genoeg vuurwerkliefhebbers onder mijn video's die het nog begrepen ook. Ik ben ook benieuwd wat jullie ervan vinden. Laat het weten in de reacties. En met updates kom ik altijd op Instagram @pyroteamdelft. Kom ik als eerste met die updates.
Dus vergeet niet op Instagram ons even te volgen. Zie ook als eerste welke video's er gaan komen en zo. En als je nog tips hebt voor waar we heen moeten of zo, laat het weten in de DM. Dan gaan we er even naar checken. Ik zal het artikel van de vuurwerkregels 2021-2022 even in de reacties zetten. Of in de reacties in de bio. Kunnen jullie hem ook nog even checken? Want er staat al wat leuke info in. Bedankt voor het kijken, jongens. Binnenkort natuurlijk veel meer video's. We zijn rustig begonnen. Maar zoals altijd wat jullie van ons gewend zijn. Wij skippen niet. Iedere zondag sowieso een video. En gedurende oud en nieuw, richting oud en nieuw, veel meer. Dus ook op woensdag, donderdag en december dagelijks. Ik zie jullie weer bij de volgende video. Ciao.